Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Lau Huiswerkbegeleiding. Het adres tegen huiswerkstress. 3 dagen zeepkistenracefestival in het Ardenbos. De zeepkistenrace, is die aan de gang? Je zou denken van wel natuurlijk. Alleen we hebben afscheid moeten nemen van de originele zeepkistenrace in de zeepkist. Vanwege veiligheidsoverwegingen is dat moeilijk te verzekeren. En dan gebeuren er nog wel eens ongelukken hier. Dus we hebben de race in een ander vaatje gegoten. Wat jammer zeg. Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant staat veiligheid natuurlijk wel voorop. We hebben nu een leuk alternatief. Wat ook nog een stukje vitaliteit met zich meebrengt. Dus we leren de kinderen ook weer gewoon om zelf te trappen. Een beetje te kijken hoe ze de bocht moeten nemen. En dat geeft wel een heel ander effect. En wat is er nog meer te doen hier? Nou, eigenlijk alles rondom doen, denken en plezier maken. Denk aan de springkussens, springen op de bekende springkussens. Je eigen vogelhuisje timmeren, leren over de natuur. Grondproefjes, kijken waar de insecten wonen, maar dan wel diervriendelijk natuurlijk. Maar ook verierrunnen. We hebben nog de grootste mobiele kabelbaan van Nederland die hier bovenlangs gaat. En allerlei dingen, goochelshows, van alles nog wat. 3 dagen lang feest hier in het Ardenbos voor de hoeveelste keer? 14e keer. Ieder jaar voor herhaling vatbaar, hè? Ja, als er geen corona is, gaan we gewoon door.